Outsider Art TV is op bezoek bij een bijzondere kunstenares. Stel je eens voor. Mijn naam is Katja Thiel. Ik ben beeldend kunstenaar. Ik maak sculpturen en tekeningen. En soms sieraden van leer en soms etsen. Katja, wat mij opvalt is dat jij heel mooi werk maakt. En daar spelen dieren in de hoofdrol. Vooral vogels. Vertel daar eens wat over. Nou, dat is begonnen met dat ik verdiep me eerst, als ik iets wil maken, in wat boeit me. Wat boeit me? Dus ik kijk om me heen. En ik ben lang geleden tot ontdekking gekomen dat ik vogels en insecten hele interessante dieren vind. Dus ik kijk, ik observeer, ik lees er alles over wat er te lezen is. Ik kijk opnieuw, ik lees opnieuw. En vervolgens wil ik dat insect of die vogel dus naar mijn beeld creëren. Daar moet ik materiaal voor uitkiezen. Dus daar moet ik over nagedacht worden. En zo ben ik dus overgegaan tot het creëren van sculpturen met vogels en insecten. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk vertel. Want ik kijk dan wel en ik maak dan wel foto's van vogels en insecten. Maar ik ga niet kopiëren. Dus ik moet erg lang nadenken over in welke kleuren zal ik ze maken. En welke vorm zal ik ze geven. Als ik nou terugkijk naar mijn vliegende vissen. Die in werkelijkheid, ik geloof 50 centimeter zijn. En die niet opwindender zijn van kleur dan een nieuwe haring. Ja, dan moet ik besluiten, daar wil ik toch iets spectaculairs van maken. Oké, dit zijn dus die vliegende vissen. Waarvan ik daar straks zei, die zijn net zo grijs als een haring. En ze zijn niet erg boeiend om na te maken. En ik zei ook al, ik kopieer niet. Die vliegende vissen in werkelijkheid, die vliegen dus 50 meter voor de boot uit. Dat is het maximum wat ze vliegen. Nou, je ziet hier dus drie vliegende vissen die ik gemaakt heb. Waarvan één een lengte heeft van 1,40. En de andere zijn ietsjes kleiner. Nou, die lijken dus helemaal niet meer op het origineel. En dat is de bedoeling dus ook. Je ziet dat, ik heb ze gemaakt in een houding alsof ze zo uit zee opspringen. En dus zst, linea recta. Naar de overkant vliegen. Nou, en dan moet er dus een basis gemaakt worden. Waar ze op moeten staan. En je ziet dat die ook zo'n beetje in dezelfde kleur van de vissen zijn. Dus je krijgt een heel prachtig geheel. Vind ik persoonlijk. Voor zover de vliegende vissen. Naast de sculpturen van de dieren, van vissen. Heb je ook sculpturen gemaakt van insecten. Ja. Tot nu toe één, en dat is deze sprinkhaan hier. Dat is die heb ik dus uit Artis in het klein meegenomen, een stuk of 10, 12, in een kooitje. Als ik die sprinkhaan in een kooitje bestudeerd heb, dan ben ik er nog niet, want de segmenten, en met segmenten bedoel ik dus de pootjes, de weerhaakjes, het geslachtsdeel, de voelsprieten, dat is zo ontzettend klein. Daar moet ik voor naar het Taxonomisch Instituut. En dat is schuin tegenover Artis. En daar zitten alle insecten zitten in kleine laadjes met mottenballetjes om ze goed te houden. En dan neem ik dus een loop en een potlood en papier. En dan teken ik dus die segmenten na. En dan ga ik weer naar huis en dan werk ik weer verder aan het beeld. En je ziet, ik heb hem op een sokkel gezet, alsof hij als het ware afspringt. Zie je, zit omhoog. Ja. Nou, dan kom ik dat Taxonomisch Instituut uit. En dan moet de tram in. En dan deinst iedereen achteruit, want ik stik naar de motballen. Dat is ontzettend, die lucht die je meedraait.
Zover de springkamer. Sta jij zelf heel dicht bij de natuur? Ja. Ja, want ik maak nog geen mugje dood. Wijze van spreken. Daar zie je nog een onderwerp in voor mogelijk een uitvergroot beeld of sculptuur. Het zou kunnen, maar in de eerste plaats wil ik hem uit mijn huis hebben. En als ik hem levend op een balkon kan krijgen, doe ik dat liever. Want ik respecteer het leven van zo'n mugje ook. Ja. Of een miertje. Dat is mooi. Je hebt ook een aantal vliegende vogels. Ja. Deze. Dat is een sterren. Een soort zeemeeuw. Een sterren is een zeemeeuw. Alleen weer in mijn eigen kleuren. En je ziet, hij is hier in de landingshouding. En daar bedoel ik mee dat de staart, die is omlaag. Als een vliegtuig gaat landen, is de staart van het vliegtuig is ook laag. Weet je wel? Nou, dat is de sterren. Jij vertelde dat de vliegende vissen bijvoorbeeld, die hebben van oorsprong in het echt eigenlijk een saaie haar, zoute haringkleur, zo noemde jij het. Ja, een nieuwe haring, ja. Betekent dat dat jij eigenlijk de wereld vertaalt naar een kleurrijkere realiteit, een kleurrijker paradijs wat jij in je gedachten hebt? Nou, over het algemeen zijn de vogels en insecten zijn al heel boeiend van kleur. Maar ik wil niet kopiëren. Kijk, als ik de kleuren zou gebruiken van de vogels die ze hebben, dan kopieer ik en dat vind ik niet boeiend. Dus ik wil zelf tot een patroon komen en zelf tot kleur komen. Oh. Zie je? En hier zit ook aardig wat patroon in, ja. In deze vliegende vissen. Dus eigenlijk restyle je de bestaande natuur. Ja, dat klopt. Zoals die eigenlijk geschapen is. Ja, dat klopt. Ja. 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 Ik maak er mijn eigen vogel van. Ja. Dus ik voeg er een extra vogel aan toe. Dat is heel mooi. Als die twee in elkaar nou tegen zouden komen in het echt, en dan schrikt die origineel, die schrikt zich rot. Denk je ook niet? Ja. Dat zit er dik in. Nou, zeeanemonen zijn in de loop van de kunstgeschiedenis al een dankbaar object om kunstuitingen over te maken. Zo ook Katja, die op een hele bijzondere manier, vind ik, de zeeanemoon heeft gebruikt en zich heeft laten inspireren. Dat zien we hier. Kat, vertel eens. Ja, nou, dit is dus ook een zeeanemoon en hij zit op een achtergrond van hout. De techniek is gaas. Dan is het opgebouwd met papier-mâché. En de blaadjes van de zeeanemoon zijn gemaakt van blik. En daarna is het hele beeld dus geschilderd met emailleverf. En dat is hem. En dat geldt ook voor deze. Dus dezelfde techniek. Alleen hier groeien dus weer kleine zeeanemonen op, zoals je ziet. 1, 2, 3, 4. Hier groeien de vier op. Weer houten achtergrond. Een bol gemaakt van gaas. Bekleed met papier. Daarop papier-mâché. Dan gaat er gesso overheen. Dan wordt het beschilderd met een emailleverf. Dan wordt het afgelakt. Dit is horregaas. Zie? Dus, en zo creëer ik mijn eigen zeeanemoon. Waar zeeanemonen zijn, zwemmen uiteraard ook vissen. Zo ook in de wereld van Katja Tiel. Katja, vertel eens wat over de vissen die je gemaakt hebt. Ja, en hier voor je uit zie je de zoengouramis. Dat is ook een bestaande vis. In werkelijkheid zijn ze ook weer heel anders van kleur. Ze zijn stukken kleiner. De zoengouramis hebben een dikke ronde lippen. En het ziet eruit alsof ze elkaar kussen, maar wat ze doen is elkaar wegduwen. Dus op een hele vriendelijke manier bevechten ze al hun eigen territorium. Ik moet nog bij vertellen dat zodra ik dus alle dieren bestudeerd heb met mijn oog, naderhand foto's, en ik zit achter mijn werktafel. Ik werk dus niet vanaf de foto's, ik maak dus geen schetsen ervan.
Zodra ik begin met de vormen van het gaas, ontstaat eigenlijk de vorm. Dus ik kijk niet op een schets. Ik begin met het gaas te vormen. Ik vorm door en terwijl ik bezig ben, schets ik in mijn hoofd hoe het moet worden. En zo heb ik altijd gewerkt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de kleuren. Ik maak ook niet van tevoren een kleurschets. Als het beeld helemaal klaar is en hij staat in de gesso, dan pak ik een potlood. En in mijn gedachten heb ik een kleur en een lijn. En dan begin ik het beeld met potlood te decoreren. En aldoende breng ik kleuren aan. En 99% ben ik raak met de kleuren die ik me heb voorgenomen. Dus ik hoef ook zelden te corrigeren. Het is misschien een beetje een rare manier van werken, maar dat is de manier waarop ik werk. Dus dat zijn de Soenkoramis. En nog even één ding over de ondergrond. Die heb ik er 3 lagen opgebouwd, geloof ik. Ja, 1, 2, 3. Nou, zo zijn zo'n beetje de kleuren van de bodem van de zee. Dan krijgen we hier de Japanse vissen. Die heb ik niet in het echt gezien. Die heb ik alleen maar gezien in een vissenboek. En daar moest ik van op afgaan. Ook weer mijn eigen kleuren gemaakt. En ik heb ze zo erop gezet dat je een soort yin-yang effect krijgt, weet je wel. Ze draaien om elkaar heen, cirkelen om elkaar heen. Ook weer de bodem gebruikt als voorbeeld van de bodem van de zee, dus alle kleuren van de zee. En wat er leeft, komen er weer in terug. En dat zijn de Japanse vissen. Wanneer ben jij begonnen met schilderen? Ik begon als kind van klei die mijn vader uit Waal haalde. Ruwe klei. Vermengde ik met tarwebloem. Dan werd het een beetje steviger. Hij kwam met zo'n plastic zak thuis, weet je wel. Met klei. Dan gooide ik er wat meel in. Dan kneedde ik dat. Maakte ik een kerststal. Oké. Dat waren mijn eerste beeldjes. Ja. We noemden net al dat je meer tekende dan schilderde. Ja. We staan nu voor jouw tekeningen waar je ook binnenkort mee gaat exposeren. Het zijn ook dierentekeningen. En wat mij opvalt is dat de dieren ten opzichte van elkaar niet zomaar naast elkaar staan of bij elkaar staan. Maar dat je ook heel erg goed hebt nagedacht over de compositie. Ja, nou, dat is een hele goeie van je. En dat zou ik bijna vergeten te vertellen. Niet alleen dat ik op kleur let en op vorm. Maar het is ook belangrijk om dus iets van het gedrag van een dier weer te geven. Zoals bij mijn vogels heb ik dus bijvoorbeeld het balspatroon. Of ik heb vogels in de aanval. Vogels die landen. En in de tekeningen komt datzelfde gedrag komt terug. Dus ik laat ze allemaal in een bepaald licht zien, zoals je ziet. Hier, papegaaien bijvoorbeeld. Nou, die praten ontzettend veel met elkaar. En hier zie je dus 3 papegaaien, hè, die heel druk in gesprek zijn. Even kijken. Hier krijgen we parende ijsvogels. Dat gebeurt ook in de vogelwereld, het paren gaat gewoon door. Hier hebben we 2 toucans die elkaar dus een besje toespelen, zie je? 2 flamingo's die de zorg hebben over het ei wat gelegd is. Ze leggen ook maar 1 ei per paar. Ja, nou ja, en deze flamingo die gaat gewoon de wijde plas over. Dat zijn allemaal verschillende soorten uilen. Die pauw die staat gewoon mooi te zijn. En zo, de rest van de tekeningen staat daar, dat doen we nog niet. Dus ik breng niet alleen de kleur over, mijn eigen kleur. En de vorm, waar ik soms ook aan verander. Maar ik laat ze ook spreken zoals ze zich in het echt gedragen. Elkaar voederen. Voor hun eieren zorgen, ja, minnen.
dan maak ik het een beetje levendiger. Dan vertel je ook wat over die vogel. Toen wij voor het eerst in contact met elkaar kwamen en al heel snel op het idee kwamen om rondom jouw werk en jouzelf natuurlijk een expositie te organiseren bij Amsterdam Outsider Art, vertelde je mij dat je het ook zeer op prijs zou stellen als we het werk van jouw overleden echtgenoot Don Tiele zouden gaan exposeren. Ja, ja, ja. Vertel eens iets over Don. Don was een Amerikaanse kunstschilder. Met wie ik in 1991 getrouwd ben. Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? In een café. Hier in Amsterdam. Hij kwam vanuit Amerika voor een trip van 3 maanden door Europa. En we hebben elkaar ontmoet in een café. En dat klikte gelijk. En de volgende, we zijn 2 dagen met elkaar uit geweest. En de tweede dag heb ik besloten van, nou, als je toch de hele maand augustus in Amsterdam bent, dan kun je net zo bij mij logeren. En dat is zo gebeurd. Ja. En dat was fantastisch. Nou, het was liefde op het eerste gezicht. En we zijn blijven telefoneren en schrijven. En een jaar later is hij voorgoed naar Amsterdam gekomen. Met al zijn hebben en houden. Ja. Wat ik heel moedig vind. Hij koos echt voor jou, ja. Blindelings. Ja. 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 Allemaal gebaseerd op 1 maand samenwonen. Goh. Het ging een hele maand goed. Ja. En we hadden veel karaktertrekkers gemeen. Dus dat kon eigenlijk niet stuk. En was jij voor hem zijn muze? Nee. Nee, dat denk ik niet. Nee, Don maakte zijn eigen werk en ik maakte mijn eigen werk. Ja. Wat dat betreft hadden we elkaar niet nodig. We vulden elkaar aan op het gebied van belangstelling, creativiteit en karakter. En jullie inspireerden elkaar? Ja, dat wel. Ja. Ja, wel. Maar de een had de ander niet nodig om tot werk te komen en een muze nodig te hebben. Nee. Nee. Gelukkig niet. Ik heb werk van Don mogen zien. Er hangt hier werk in de kamer. We hebben op zolder bij jou hebben we heel veel schilderijen bekeken en uitgekozen voor de komende expositie. Een van de dingen die mij opviel was dat er vooral in het beginwerk zie ik veel klassiek traditionele schilderijen. En al gaandeweg wordt dat werk psychedelischer. Heeft dat een bepaalde oorzaak? Is dat, Ja, het was in de jaren 60 dat in, ik geloof dat Californië was, dat daar de stroming begon van psychedelische kunst. Ja, en dat ging dus heel Amerika door en dat ging later over naar Europa. Ja. Dat was een bepaalde tijd. Ja. Maar Don schilderde dus alles. Hij schilderde alle stijlen, abstract, psychedelisch, figuratief en alle onderwerpen. Ja. Van portretten tot landschappen. Van interieurs tot exterieurs. Dus hij was zeer veelzijdig. Ja, ja. Heel veelzijdig. Ja. En hij gebruikte ook alle materialen. Hij gebruikte olieverfschilderij. Hij gebruikte gouache. Hij gebruikte krijt. Potlood. En soms in een mix van allerlei materialen. Ja. Zoals in de map waar veel tekeningen zitten, kun je alle materialen ook gemixt zien. Wat jij vertelde onder andere dat hij ook heel vaak ineens stopte. En dat jij hem echt moest aandringen om een schilderij af te maken. Nou, dat maar is vooral in zijn oud werk. Bij zijn oudere werk, wat opgerold ligt, daar zijn een heleboel dingen bij die onaf zijn. Het kan gewoon zijn dat hij zijn belangstelling verloren had. Ja, ja, dat liet hij dan zo en klaar. Dan, dan keek hij er nog wel vaak naar. Ja. Maar blijkbaar was er iets wat niet boeiend genoeg was om dat af te maken. Ja. Ja, dat moet kunnen. We staan nu hè, voor een schilderij. Ja, dat is de woestijn van Nieuw Mexico. En hier heeft hij dus hierin is vertegenwoordigd, door middel van die rode ballen geeft hij aan hoe intens de hitte is.
Nou, dat kan ik beamen, want ik ben daar zelf geweest. De andere symbolen voor de woestijn zijn de adelaar, de bloeiende cactussen, de adobehuizen van de Indianen en de roodrunner. Dat is een vogel die daar ook voorkomt en die rent, geloof ik, 50 kilometer per uur. Die wij eigenlijk in Europa alleen maar kennen van de miep-miep tekenfilms. Ja. Van Roadrunner. Klopt, de Roadrunner. Ja. Miep. Ik zie ook een fenomenaal spectrum, hoe noem je zoiets? Een heelal. De lucht, het heelal. Ja. Ja, dus de sterrenhemel. Ja. De sterrenhemel. Ja. Maar niet zoals wij hem vanaf de aarde zien. Het lijkt alsof ik, het geeft mij de indruk als ik dit zie, alsof je op de rode planeet Mars staat en dat je het universum inkijkt. Ik denk dat hij het zo zag. Ja. Ik denk dat hij het zo zag. Die sterrenhemel daar in Amerika, in de woestijn bijvoorbeeld, ja, daar zie je ook bijna alles. Ja. Het is intens donker, hè? Ja. Intens donker, ja. Dus je ziet alles wat er aan het firmament groeit, beweegt, omhoog schiet. Ja. Je ziet er veel. Ja. Maar dat is zijn impressie dus. Dat is boeiend. En hier zien wij een zelfportret van Don, hè? Ja. Don heeft zichzelf daar geschilderd als Luther. Hij is grootgebracht volgens de Lutherse leer. Het zijn de grootouders en ouders. Die waren Luthers, zij ook. Ja. Dus dit is Don als Luther. Wat ik ook bijzonder vind en wat ik hier ontdekte was dat Don ook soms Amsterdammers en Amsterdamse straatbeelden schilderde. En hij heeft, tot mijn verbazing, en daar lopen we nu naartoe, heeft hij een bekende van Outsider RTV geschilderd. En we herkennen hier Bert Broodje. En Bert Broodje zit bij Café de Eland. De bezoekers van Café de Eland en die het café kennen, zullen de markante biertap onmiddellijk herkennen. Met daarop het hert. En de Elandshoorn, de Damhert en de Elandshoorn. Ja, ik ben altijd een beetje blind geweest, want ik dacht Café de Eland en daar staat dan een eland op. En ik zie nu eigenlijk pas op het schilderij dat het een hert is. Zo laat je je toch beïnvloeden door de naam en wat je ziet, hè. Maar zo zien we dus Bert Broodje met zijn markante gekleurde punkharen verdiept in een, ja, ik denk een krakerskrantje, hem kennende. Of hij is verdiept in de Volkskrant. Ja. Ja. We zien daar nog iemand aankomen, rennen, op de brug. En je ziet een krul, hè? Ja, de bekende krul. De bekende krul. En als je dan naar buiten zou kunnen lopen, dan zou je nu op het Johnny Jordaanplein komen. Klopt. Waar de bekende Jordaanese zangers en zangeres Tante Leen staat. Ja. Prachtig. Zoals we hier ook de Amsterdamse scheepswerf zien. Maar dan ook weer in een hele magisch realistische omgeving is het haast geworden. De nachtschilderij. Met de boten en de herkenbare klapbrug. Oosterburgergracht. Prachtig. De opening van deze unieke expositie gaat plaatsvinden op zondag 6 oktober van 2 tot 4 uur. En we hopen u daar allemaal te ontvangen. En dan kunt u persoonlijk kennis maken met deze bijzondere kunstenares Katja Thiel uit Amsterdam. Graag gedaan, Bert. Dank je wel. Graag gedaan. Thank you.
Outside Art TV is op bezoek bij een bijzondere kunstenares. Stel je eens voor. Mijn naam is Katja Thiel. Ik ben beeldend kunstenaar. Ik maak sculpturen en tekeningen. En soms sieraden van leer en soms etsen. Katja, wat mij opvalt is dat jij heel mooi werk maakt. En daar spelen dieren in de hoofdrol. Vooral vogels. Vertel daar eens wat over. Nou, dat is begonnen met dat ik verdiep me eerst, als ik iets wil maken, in wat boeit me. Wat boeit me? Dus ik kijk om me heen. En ik ben lang geleden tot ontdekking gekomen dat ik vogels en insecten hele interessante dieren vind. Dus ik kijk, ik observeer, ik lees er alles over wat er te lezen is. Ik kijk opnieuw, ik lees opnieuw en vervolgens wil ik dat insect of die vogel dus naar mijn beeld creëren. Daar moet ik materiaal voor uitkiezen, dus daar moet ik over nagedacht worden. En zo ben ik dus overgegaan tot het creëren van sculpturen met vogels en insecten. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk vertel. Want ik kijk dan wel en ik maak dan wel foto's van vogels en insecten. Maar ik ga niet kopiëren. Dus ik moet erg lang nadenken over in welke kleuren zal ik ze maken. En welke vorm zal ik ze geven. Als ik nou terugkijk naar mijn vliegende vissen. Die in werkelijkheid, ik geloof 50 centimeter zijn. En die niet opwindender zijn van kleur dan een nieuwe haring. Ja, dan moet ik besluiten, daar wil ik toch iets spectaculairs van maken. Oké, dit zijn dus die vliegende vissen. Waarvan ik daar straks zei, die zijn net zo grijs als een haring. En ze zijn niet erg boeiend om na te maken. En ik zei ook al, ik kopieer niet. Die vliegende vissen in werkelijkheid, die vliegen dus 50 meter voor de boot uit. Dat is het maximum wat ze vliegen. Nou, je ziet hier dus drie vliegende vissen die ik gemaakt heb. Waarvan één een lengte heeft van 1,40. En de andere zijn ietsjes kleiner. Nou, die hebben dus, lijken dus helemaal niet meer op het origineel. En dat is de bedoeling dus ook. Je ziet dat, ik heb ze gemaakt in een houding alsof ze zo uit zee opspringen. En dus zst, linea recta. Naar de overkant vliegen. Nou, en dan moet er dus een basis gemaakt worden. Waar ze op moeten staan. En je ziet dat die ook zo'n beetje in dezelfde kleur van de vissen zijn. Dus je krijgt een heel prachtig geheel. Vind ik persoonlijk. Voor zover de vliegende vissen. Naast de sculpturen van de dieren, van vissen. Heb je ook sculpturen gemaakt van insecten. Ja. Tot nu toe één, en dat is deze sprinkhaan hier. Dat is die heb ik dus uit Artis in het klein meegenomen, een stuk of 10, 12, in een kooitje. Als ik die sprinkhaan in een kooitje bestudeerd heb, dan ben ik er nog niet, want de segmenten, en met segmenten bedoel ik dus de pootjes, de weerhaakjes, het geslachtsdeel, de voelsprieten, dat is zo ontzettend klein. Daar moet ik voor naar het Taxonomisch Instituut. En dat is schuin tegenover Artis. En daar zitten alle insecten zitten in kleine laadjes met mottenballetjes om ze goed te houden. En dan neem ik dus een loop en een potlood en papier. En dan teken ik dus die segmenten na. En dan ga ik weer naar huis en dan werk ik weer verder aan het beeld. En je ziet, ik heb hem op een sokkel gezet, alsof hij als het ware afspringt. Zie je, zit omhoog. Ja. Nou, dan kom ik dat Taxonomisch Instituut uit.
En dan moet de tram in en dan deinst iedereen achteruit, want ik stik naar de motballen. Dat is ontzettend, die lucht die je meedraait. Zover de springkamer. Sta jij zelf heel dicht bij de natuur? Ja. Ja, want ik maak nog geen mugje dood. Bij wijze van spreken. Daar zie je nog een onderwerp in voor mogelijk een uitvergroot beeld of sculptuur. Het zou kunnen, maar in de eerste plaats wil ik hem uit mijn huis hebben. En als ik hem levend op een balkon kan krijgen, doe ik dat liever. Want ik respecteer het leven van zo'n mugje ook. Ja. Of een miertje. Dat is mooi. Je hebt ook een aantal vliegende vogels. Ja. Deze. Dat is een sterren. Een soort zeemeeuw. Een sterren is een zeemeeuw. Alleen weer in mijn eigen kleuren. En je ziet, hij is hier in de landingshouding. En daar bedoel ik mee dat de staart, die is omlaag. Als een vliegtuig gaat landen, is de staart van het vliegtuig is ook laag. Weet je wel? Nou, dat is de sterren. Jij vertelde dat de vliegende vissen bijvoorbeeld, die hebben van oorsprong in het echt eigenlijk een saaie zoute haringkleur, zo noemde jij het. Ja, een nieuwe haring, ja. Betekent dat dat jij eigenlijk de wereld vertaalt naar een kleurrijkere realiteit, een kleurrijker paradijs wat jij in je gedachten hebt? Nou, over het algemeen zijn de vogels en insecten zijn al heel boeiend van kleur. Maar ik wil niet kopiëren. Kijk, als ik de kleuren zou gebruiken van de vogels die ze hebben, dan kopieer ik en dat vind ik niet boeiend. Dus ik wil zelf tot een patroon komen en zelf tot kleur komen. Oh. Zie je? En hier zit ook aardig wat patroon in deze vliegende vissen. Dus eigenlijk restyle je de bestaande natuur. Ja, dat klopt. Zoals die eigenlijk geschapen is. Ja, dat klopt. Ja. 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 Ik maak er mijn eigen vogel van. Ja. Dus ik voeg er een extra vogel aan toe. Dat is heel mooi. Als die twee elkaar nou tegen zouden komen in het echt, en dan schrikt die origineel, die schrikt zich rot. Denk je ook niet? Ja. Dat zit er dik in. Nou, zeeanemonen zijn in de loop van de kunstgeschiedenis al een dankbaar object om kunstuitingen over te maken. Zo ook Katja, die op een hele bijzondere manier, vind ik, de zeeanemoon heeft gebruikt en zich heeft laten inspireren. Dat zien we hier. Kat, vertel eens. Ja, nou, dit is dus ook een zeeanemoon. En hij zit op een achtergrond van hout. De techniek is gaas. Dan is het opgebouwd met papier-mâché. En de blaadjes van de zeeanemoon zijn gemaakt van blik. En daarna is het hele beeld dus geschilderd met emailleverf. En dat is hem. En dat geldt ook voor deze, dus dezelfde techniek. Alleen hier groeien dus weer kleine zeeanemonen op, zoals je ziet. 1, 2, 3, 4. Hier groeien de 4 op. Weer houten achtergrond. Een bol gemaakt van gaas. Bekleed met papier. Daarop papier-mâché. Dan gaat er gesso overheen. Dan wordt het beschilderd met een emailleverf. Dan wordt het afgelakt. Dit is horregaas. Zie? Dus en zo creëer ik mijn eigen zeeanemoon. Waar zeeanemonen zijn, zwemmen uiteraard ook vissen. Zo ook in de wereld van Katja Tiel. Katja, vertel eens wat over de vissen die je gemaakt hebt. Ja. En hier voor je uit zie je de zoengouramis. Dat is ook een bestaande vis. In werkelijkheid zijn ze ook weer heel anders van kleur. Ze zijn stukken kleiner. De zoengouramis hebben een dikke ronde lippen. En het ziet eruit alsof ze elkaar kussen. Maar wat ze doen is elkaar wegduwen. Dus op een hele vriendelijke manier bevechten ze al hun eigen territorium. Ik moet nog bij vertellen dat zodra ik dus alle dieren bestudeerd heb met mijn oog, naderhand foto's,
En ik zit achter mijn werktafel. Ik werk dus niet vanaf de foto's. Ik maak dus geen schetsen ervan. Zodra ik begin met de vormen van het gras, ontstaat eigenlijk de vorm. Dus ik kijk niet op een schets. Ik begin met het gras te vormen. Ik vorm door en terwijl ik bezig ben, schets ik in mijn hoofd hoe het moet worden. En zo heb ik altijd gewerkt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de kleuren. Ik maak ook niet van tevoren een kleurschets. Als het beeld helemaal klaar is en hij staat in de gesso, dan pak ik een potlood. En in mijn gedachten heb ik een kleur en een lijn. En dan begin ik het beeld met potlood te decoreren. En aldoende breng ik kleuren aan. En 99% ben ik raak met de kleuren die ik me heb voorgenomen. Dus ik hoef ook zelden te corrigeren. Dat is misschien een beetje een rare manier van werken, maar dat is de manier waarop ik werk. Dus dat zijn de Soengoramis. En nog even één ding over de ondergrond. Die heb ik er 3 lagen opgebouwd, geloof ik. Ja, 1, 2, 3. Nou, zo zijn zo'n beetje de kleuren van de bodem van de zee. Dan krijgen we hier de Japanse vissen. Die heb ik niet in het echt gezien. Die heb ik alleen maar gezien in een vissenboek. En daar moest ik van op afgaan. Ook weer mijn eigen kleuren gemaakt. En ik heb ze zo erop gezet dat je een soort yin-yang effect krijgt, weet je wel. Ze draaien om elkaar heen, cirkelen om elkaar heen. Ook weer de bodem gebruikt als voorbeeld van de bodem van de zee. Dus alle kleuren van de zee en wat er leeft komen er weer in terug. En dat zijn de Japanse vissen. Wanneer ben jij begonnen met schilderen? Ik begon als kind van klei die mijn vader uit Waal haalde, ruwe klei, vermengde ik met tarwebloem. Dan werd het een beetje steviger. Hij kwam met zo'n plastic zak thuis, weet je wel, met klei. Dan gooide ik er wat meel in, dan kneedde ik dat, maakte ik een kerststal. Oké. Dat waren mijn eerste beeldjes. Ja. Je benoemde net al dat je meer tekende dan schilderde. Ja. We staan nu voor jouw tekeningen waar je ook binnenkort mee gaat exposeren. Het zijn ook dierentekeningen. En wat mij opvalt is dat de dieren ten opzichte van elkaar niet zomaar naast elkaar staan of bij elkaar staan. Maar dat je ook heel erg goed hebt nagedacht over de compositie. Ja, nou, dat is een hele goeie van je. Want dat zou ik bijna vergeten te vertellen. Niet alleen dat ik op kleur let en op vorm, maar het is ook belangrijk om dus iets van het gedrag van een dier weer te geven. Zoals bij mijn vogels heb ik dus bijvoorbeeld het balspatroon, of ik heb vogels in de aanval, vogels die landen. En in de tekeningen komt datzelfde gedrag komt terug. Dus ik laat ze allemaal in een bepaald licht zien. Zoals je ziet. Hier, papegaaien bijvoorbeeld. Nou, die praten ontzettend veel met elkaar. En hier zie je dus 3 papegaaien, hè, die heel druk in gesprek zijn. Even kijken. Hier krijgen we parende ijsvogels. Dat gebeurt ook in de vogelwereld, het paren gaat gewoon door. Hier hebben we 2 toucans die elkaar dus een besje toespelen, zie je? 2 flamingo's die de zorg hebben over het ei wat gelegd is. Ze leggen ook maar 1 ei per paar. Ja, nou ja, en deze flamingo die gaat gewoon de wijde plas over. Dat zijn allemaal verschillende soorten uilen. Die pauw die staat gewoon mooi te zijn. En zo, de rest van de tekeningen staat daar, dat doen we nou niet. Dus ik breng niet alleen de kleur over, mijn eigen kleur, en de vorm, waar ik soms ook aan verander, maar ik laat ze ook spreken
zoals ze zich in het echt gedragen. Elkaar voederen, voor hun eieren zorgen, ja, minnen. Dan maak je het een beetje levendiger. Dan vertel je ook wat over die vogel. Toen wij voor het eerst in contact met elkaar kwamen en al heel snel op het idee kwamen om rondom jouw werk en jouzelf natuurlijk een expositie te organiseren bij Amsterdam Outside Art, vertelde je mij dat je het ook zeer op prijs zou stellen als we het werk van jouw overleden echtgenoot Don Tiele zouden gaan exposeren. Ja, ja, ja. Vertel eens iets over Don. Don was een Amerikaanse kunstschilder met wie ik in 1991 getrouwd ben. Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? In een café, hier in Amsterdam. Hij kwam vanuit Amerika voor een trip van 3 maanden door Europa. En we hebben elkaar ontmoet in een café. En dat klikte gelijk. En we zijn 2 dagen met elkaar uit geweest. En de 2e dag heb ik besloten van, nou, als je toch de hele maand augustus in Amsterdam bent, dan kun je net zo bij mij logeren. En dat is zo gebeurd. Ja. En dat was fantastisch. Nou, het was liefde op het eerste gezicht. En we zijn blijven telefoneren en schrijven. En een jaar later is hij voorgoed naar Amsterdam gekomen. Met al zijn hebben en houden. Ja. Wat ik heel moedig vind. Hij koos echt voor jou, ja. Blindelings. Ja. 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 Allemaal gebaseerd op 1 maand samenwonen. Goh. Het ging een hele maand goed. Ja. En we hadden veel karaktertrekkers gemeen. Dus dat kon eigenlijk niet stuk. En was jij voor hem zijn muze? Nee. Nee, dat denk ik niet. Nee, Don maakte zijn eigen werk en ik maakte mijn eigen werk. Ja. Wat dat betreft hadden we elkaar niet nodig. We vulden elkaar aan op het gebied van belangstelling, creativiteit, ja, en karakter. En jullie inspireerden elkaar? Ja, dat wel. Ja. Ja, wel. Maar de een had de ander niet nodig om tot werk te komen en een muze nodig te hebben. Nee. Nee. Gelukkig niet. Ik heb werk van Don mogen zien. Er hangt hier werk in de kamer. We hebben op zolder bij jou hebben we heel veel schilderijen bekeken en uitgekozen voor de komende expositie. Een van de dingen die mij opviel was dat er vooral in het beginwerk zie ik veel klassiek traditionele schilderijen. En al gaandeweg wordt dat werk psychedelischer. Heeft dat een bepaalde oorzaak? Is dat, Ja, het was in de jaren 60 dat in, ik geloof dat Californië was, dat daar de stroming begon van psychedelische kunst. Ja, en dat ging dus heel Amerika door en dat ging later over naar Europa. Ja. Dat was een bepaalde tijd. Ja. Maar Don schilderde dus alles. Hij schilderde alle stijlen, abstract, psychedelisch, figuratief, yeah, en alle onderwerpen, yeah, van portretten tot landschappen, van interieurs tot exterieurs. Dus hij was zeer veelzijdig, yeah, yeah, heel veelzijdig, yeah, en hij gebruikte ook alle materialen, hij gebruikte olieverfschilderij, hij gebruikte gouache, hij gebruikte krijt, potlood. En soms in een mix van allerlei materialen. Ja. Zoals in de map waar veel tekeningen zitten, kun je alle materialen ook gemixt zien. Wat jij vertelde onder andere dat hij ook heel vaak ineens stopte. En dat jij hem echt moest aandringen om een schilderij af te maken. Nou, dat maar is vooral in zijn oud werk. Bij zijn oudere werk, wat opgerold ligt, daar zijn een heleboel dingen bij die onaf zijn. Het kan gewoon zijn dat hij zijn belangstelling verloren had. Ja, ja, dat liet hij dan zo en klaar. Dan, ja, dan ja, keek hij er nog wel vaak naar. Ja. Maar blijkbaar was er iets wat niet boeiend genoeg was om dat af te maken. Ja, ja, dat moet kunnen. We staan nu, hè, voor een schilderij. Ja, dat is de woestijn van Nieuw-Mexico. En hier heeft hij dus
hierin is vertegenwoordigd door middel van die rode ballen, geeft hij aan hoe intens de hitte is. Nou, dat kan ik beamen, want ik ben daar zelf geweest. De andere symbolen voor de woestijn zijn de adelaar, de bloeiende cactussen, de adobehuizen van de Indianen en de roodrunner. Dat is een vogel die daar ook voorkomt en die rent, geloof ik, 50 kilometer per uur. Die wij eigenlijk in Europa alleen maar kennen van de miep-miep tekenfilms. Ja. Van Roadrunner. Klopt, de Roadrunner. Miep. Ik zie ook een fenomenaal spectrum, hoe noem je zoiets? Een heelal. De lucht, het heelal. Ja. Ja, dus de sterrenhemel. Ja. De sterrenhemel. Ja. Maar niet zoals wij hem vanaf de aarde zien. Het lijkt alsof het geeft mij de indruk als ik dit zie, alsof je op de rode planeet Mars staat en dat je het universum inkijkt. Ik denk dat hij het zo zag. Ja. Ik denk dat hij het zo zag. Die sterrenhemel daar in Amerika, in de woestijn bijvoorbeeld, ja, daar zie je ook bijna alles. Ja. Het is intens donker, hè? Ja. Intens donker, ja. Dus je ziet alles wat er aan het firmament groeit, beweegt, omhoog schiet. Ja. Je ziet er veel. Ja. Maar dat is zijn impressie dus. Dat is boeiend. En hier zien wij een zelfportret van Donne. Ja. Donne heeft zichzelf daar geschilderd als Luther. Hij is grootgebracht volgens de Lutherse leer. Het zijn de grootouders en ouders. Die waren Luthers, zij ook. Ja. Dus dit is Don als Luther. Wat ik ook bijzonder vind en wat ik hier ontdekte was dat Don ook soms Amsterdammers en Amsterdamse straatbeelden schilderde. En hij heeft, tot mijn verbazing, en daar lopen we nu naartoe, heeft hij een bekende van Outsider RTV geschilderd. En we herkennen hier Bert Broodje. En Bert Broodje zit bij Café de Eland. De bezoekers van Café de Eland en die het café kennen, zullen de markante biertap onmiddellijk herkennen. Met daarop het hert. En de Elandshoorn, de damhert en de Elandshoorn. Ja. Ja, ik ben altijd een beetje blind geweest, want ik dacht Café de Eland en daar staat dan een eland op. En ik zie nu eigenlijk pas op het schilderij dat het een hert is. Zo laat je je toch beïnvloeden door de naam en wat je ziet. Hè? Maar zo zien we dus Bert Broodje met zijn markante gekleurde punkharen verdiept in een, ja, ik denk een krakerskrantje, hem kennende. Of hij is verdiept in de Volkskrant. Ja. Ja. We zien daar nog iemand aankomen rennen op de brug. En je ziet in een krul, hè? Ja, de bekende krul. Bekende krul. De bekende krul. En als je dan naar buiten zou kunnen lopen, dan zou je nu op het Johnny Jordaanplein komen. Klopt. Waar de bekende Jordaanese zangers en zangeres Tante Leen staat. Ja. Prachtig. Zoals we hier ook de Amsterdamse scheepswerf zien. Maar dan ook weer in een hele magisch realistische omgeving is het haast geworden. Het is een nachtschilderij. Met de boten en de herkenbare klapbrug. Oosterburgergracht. Prachtig. De opening van deze unieke expositie gaat plaatsvinden op zondag 6 oktober van 2 tot 4 uur. En we hopen u daar allemaal te ontvangen. En dan kunt u persoonlijk kennis maken met deze bijzondere kunstenares Katja Thiel uit Amsterdam. Graag gedaan, Bert. Dank je wel. Graag gedaan. Thank you.